ons nieuwe bed is net geleverd en hij is echt gigantisch. We hadden zo. Ik heb alweer een stukje van de muur gedaan. We gaan het eerste rolletje nu oprollen. Dat is met kip. Hallo. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe weekvlog. Het is maandag. Ik heb een nasi gemaakt en Jorrit, ik weet niet wat hij aan het doen is. Dat bed is klaar. Kom, we gaan opschermen. Ja, hebben we nog wat te vertellen verder? Nee, ja, Jorrit heeft gewerkt, ik heb ook gewerkt. Woensdag moet Jorrit nog een dagje thuis, of thuis, niet thuis. Moet hij nog een dagje werken. En daarna heeft hij bijna 2 weken vrij. Jee. Dus dat is leuk. En we gaan nu even lekker eten. Hallo allemaal. Het is vandaag dinsdag en we hebben vandaag een heleboel website gedaan. En ik heb onder andere 3 recepten gemaakt. En Jorrit een paar artikeltjes. En we gaan een van de receptjes nu eten. Dat is dit. En dat recept komt volgende week online. Omdat ik een beetje achter met het maken van recepten. Dus dit recept komt al heel snel online. En als je deze video ziet, dan staat hij waarschijnlijk al online. Dus ik laat nog wel even weten of het een aanradertje was. Maar ik denk het dat. Ingrediënten zijn erg lekker. Ik zal nog even laten weten hoe de lasagne heeft gesmaakt. En die was lekker. Dus dat is een aanradertje. Oh, Jorrit moet weer commentaar leveren meteen. Het was toch geen lasagne? Nee, het was geen lasagne, maar wel met lasagne bladen en dus een soort van cannelloni. En nu ga ik even warme chocomel maken, want daar heb ik zin in. Hallo allemaal, het is vandaag vrijdag. En ons nieuwe bed is net geleverd en hij is echt gigantisch. We hadden dus een bed van 1,40 meter breed, al echt heel erg lang vanaf het moment dat wij samen gingen wonen. En we hadden nooit grote slaapkamers, dus er past ook nooit eigenlijk een groter bed. En nu eindelijk dacht ik een keer, we gaan een nieuw bed kopen en dan meteen een lekker grote, want we hebben hier een hele grote slaapkamer. Dus het past prima en hij is nu eindelijk geleverd. En we hebben dus een grijs hoofdbord. Ik heb even plastic al ver gedaan, want ik ga ver. Dus dat grijze muurtje vind ik dan niet meer zo leuk, want dat is eigenlijk dezelfde kleur. Dus ik ga nu het muurtje een soort van blauw-grijs verven. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat worden. Ik denk wel mooi, want ik heb al een kastje in de gang ermee geverfd. Ik vind het een hele mooie kleur, dus dat gaat wel goed komen, denk ik. Zo, ik heb alweer een stukje van de muur gedaan. En ik vind het al heel mooi worden, zo met het bed ervoor. Hallo allemaal. Het is vrijdag. En kerstavond. Hey, vrijdag. Eef. Het is zondag. Oh, ik weet niet hoe ik dan bij vrijdag kom. Wat ben jij aan het doen? Zie je de kleurtjes bij je? Kijk. Blauw. Wij gaan sushi maken nu. Jorrit heeft net... Turquoise. Is dit turquoise eigenlijk? De kip gebakken. Ja, geloof het wel. Heb je ook zin in die sushi? Dat ik ga even avocado snijden. Geel. Alle ingrediënten liggen klaar. Komkommer en avocado, kip, dat water om voor de rijst, zeg maar. Sushi rijst, gebakken uitjes, mayo en cayennepeper. Oké, we gaan het eerste rolletje nu oprollen. Dat is met kip, avocado, komkommer, gebakken uitjes. Eigenlijk gewoon met alles wat hier lag. Ja? Oh. Hallo, lang niet gezien. Nee, dat klopt. Jorrit is ziek. Dit is wel echt al 3 weken volgens mij. Nee joh. Jawel, echt nog meer. Niet. Wat doen? Brownie taart maken. Brownie taart maken. Oké, doe maar. Ik ga kaas van doen. Tweede kerstdag, hè, vandaag. Ik krijg visite vanavond. Kaas van duur, lekker, lekker. En is het ook voor de brownie taart? Nee. Stoofperen. Ik weet niet of jullie überhaupt iets kunnen verstaan van dit gesprek. Ik heb heel even stoppen.
Maar dit is dus de tweede kerstdag. We krijgen visite, we gaan kaas fonduen. Dat was de korte samenvatting. En wat hadden we gisteren gedaan? Gisteren hebben we gevlees fonduut. Ja. We zijn helemaal in de fondue stemming. Ja. Morgen wat gaan we doen? Morgen gaan we groente fondue doen. Ja, fondue. Bouillon fondue. Nee hoor. Wat is er net gebeurd? Wij zijn zo veel Ik zat te discussiëren over wie er naar buiten moet met de hond. Want het sneeuwt, jongens. Kijk. Kijk. Net als sneeuw. Dus we hadden even op de buik gelegd in de box. Dus ik kom terug en ik zie er ineens op de rug liggen. Nou, Jorrit dacht dat... Ah! Oh, daar gaat ze. zo hard ook. Zo bedust ook zo. Wat doe ik nou? Goed zo. Wat heb je nou gedaan? Hè? Zijn we helemaal gestroken? Wat doen we nou? Misschien moet je het even uitleggen waarom er zo weinig gefilmd wordt. Wel, dat is vakantie toch? Vakantie. Ja, ja. Het was nogal druk in december. Ja, dus nu met kerst hadden we ook eventjes vrij. En met kerst is er eigenlijk even niet van gekomen. Nee. Ook nog wel een beetje vanwege drukte, maar ook omdat we inderdaad een beetje... Ook even uit wilden rusten, ook even genieten van de dag, hè? Maar goed, het is inmiddels alweer vrijdag. Ja. En we eten pasta pesto. Ja. Pasta pesto. Dat met sla, ham. En daaronder zit dan de pasta. Yep. Beetje kaas, bij me ook bitjes. Dus dat. Wat zijn we gaan doen? we zijn een video aan het opnemen. Een video aan het opnemen. Moet ook gebeuren. Ah, wie heeft dit zo strak? Ja, het is een tiefje. Het is even goed strak aangedraaid.